Goedemorgen. Het is maandag 1 november 2021 en ik sta hier voor het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer. Achter mij wapperen heel veel vlaggetjes met noodkreten en hartekreten en wensen van vele, vele vrijwilligers en mensen die samen met mij meedoen aan de klimaatwaken. Wij waken net zo lang hier nu voor het gebouw van de Tweede Kamer, zolang de kabinetsformatie duurt. En onze grote vurige wens is dat er een heel stevig hoofdstuk in het nieuwe kabinetsakkoord komt over klimaat. Dat klimaatverandering wil tegengaan, dat er echt stevige actie wordt ondernomen. Want we vinden dat er tot nu toe eigenlijk te weinig gebeurt. Om die reden zijn we aanstaande zaterdag 6 november ook eenmalig niet op deze plek tegenover de Tweede Kamer in Den Haag te vinden. Maar verkassen we naar Amsterdam om vanaf 1 uur op de Dam mee te doen aan de klimaatmars. We hopen zoveel mogelijk mensen daar te zien. En we hopen ook veel mensen hier nog te ontvangen. Nou, eigenlijk hoop ik natuurlijk dat we hier niet meer te lang hoeven te staan. Maar zolang als het duurt, bent u van harte welkom. Kijk op www.deklimaatwakers.nl. Overdag staan we hier tussen 8 en 5, telkens in een shift van 3 uur. Als het even kan met z'n tweeën, maar soms ook alleen. En na 5 uur 's middags gaat de waken online, ook de hele nacht door. Check www.deklimaatwakers.nl. Iedereen welkom hier en in ieder geval ook de zaterdag 6 november bij de Klimaatmars in Amsterdam. Hopelijk tot ziens en dat we niet meer te lang hier hoeven staan.